Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je ziet is mijn make-up gedeelte echt drama. Het is echt dikke horror op dit moment. Dus ik ga het helemaal uitzoeken, opnieuw sorteren. Hier zo heb ik nieuwe bakjes die ik heb gekocht. Bij de Vibra's hebben we een sorteerbakjes, want dit werkt niet helemaal. Dus ik ga even kijken welke van de doorzichtige bakjes ik haal en hoe ik het beter kan verdelen. Dit is even heel eerlijk. Dit is gewoon hoe mijn stash op een gegeven moment raakt. Omdat ik gewoon een sloddenvos ben. Ik geef het eerlijk toe. Dus dit wordt gewoon echt een volledige stash video. Ik ga het opruimen en het is een beetje een vlogvorm dat ik het ga laten zien. Vertellen wat het allemaal is. Waar het vandaan komt. Wat ik leuk vind. Allemaal zulke soort dingen. Het is echt een zooitje, ik weet het. Ik kreeg trouwens de vorige keer de vraag van is dit niet ontzettend slecht voor je make-up? Dat je het hier zo in het raam hebt staan, bla bla bla. Nee. Ten eerste komt hier nooit volledig de zon op te staan. Dit is de kant van het huis waar eigenlijk de zon precies mist. Dus dat is geweldig. Dus het wordt nooit warm. Plus ik heb altijd dat rolgordijn naar beneden. En er zit inderdaad een verwarming onder die jullie hier zo net kunnen zien. Maar die staat eigenlijk nooit aan hier zo. Want mijn vader op een of andere manier heeft een hekel aan verwarming ofzo. Ik heb ook geen idee waarom. Dus dan is dat ook de wereld uit. Ik ga het nu helemaal uitzoeken en jullie gewoon een beetje meenemen als ik iets vind waarvan ik denk van, dat vinden jullie misschien leuk om te weten. Of dat vind ik gewoon een heel goed product of iets dergelijks. Dan zal ik er iets verder en dieper op ingaan. Nou, dit is dus wat er op de onderste plank stond. Behalve dat ding wat er in de hoek staat. Die staat bij ons altijd op de salontafel. Maar de rest is allemaal make-upjes. Er ligt nog wel wat op de schap, maar daar kom ik zo, want de tafel is zo goed als vol. Dus als eerste ga ik nu eventjes uitzoeken van wat hou ik, wat doe ik weg. Voor de mensen die het gaan vragen, wat ik weg doe, wat nog valt te gebruiken, geef ik altijd weg aan mijn zus of vrienden of familie. Want het is niet heel hygiënisch om het naar een van jullie te sturen, dus dat doe ik gewoon niet. En wat op en oud is, gooi ik gewoon weg. Dus let's go! Ik ga heel eventjes snel door mijn paletten heen. Ik heb ze nu heel even snel een beetje schoongemaakt. En ik ga gewoon even doorheen wat is en of ik het haal. Deze hou ik, want zoals je kan zien is die nog zo goed als nieuw. Hele mooie kleuren van Mua. Heel mooi palet. Ik weet niet of deze een naam heeft. Heel mooi palet, dus die hou ik. En eigenlijk waarom ik hem eigenlijk niet heb gebruikt is omdat ik daarna dit palet heb gekocht van Naked 3. Ik maak hem even open. Kan ik niet met één hand. Maar dit is gewoon gorgeous. Je kan zeggen wat je wil, maar de Naked paletten, ze weten gewoon wat ze aan het doen zijn. Ze zijn prachtig, de pigment is geweldig. Het is gewoon een dag en nacht verschil van bijvoorbeeld een merk als Mua. Ik heb ze allebei. Ik heb ook van Mua paletten gewoon heel erg lang gebruikt. Dit blijft gewoon veel beter zitten. Je kan het veel mooier opbouwen, blenden, dergelijke. Dus ik raad het gewoon heel erg aan. Het is wel echt een investering. Het is volgens mij 51 nog wat, zo'n palet. Erg prijzig. Maar je doet er ook lang mee, want hij ziet er eigenlijk nog vrijwel nieuw uit. Maar ik gebruik hem nu al een paar maanden elke dag. Ik heb geen ander palet meer gebruikt. Dus ja, ik ben gewoon echt verliefd op dit palet. Dus deze blijft zeker. Dan heb ik dit palet van Makeup Revolution. En dit is Iconic Pro. Deze had ik toen gekocht in Londen. Prachtig paletje. Heel veel gebruikt zoals je ook kan zien. Wel bepaalde kleuren. Maar ik weet niet. Ik ben nog niet klaar om hier afstand van te doen. Want ik vind het wel echt een prachtig palet. En ik heb het veel gebruikt. Dus stel de fase van de roze-paarse kleuren is voorbij. Dan heb ik nog een mooi bruin nude palet. Dus die bewaar ik ook. Dan heb ik dit paletje van Catrice, de Absolute Rose. En zoals je kan zien is dit... Ik kan ze allemaal niet openmaken met één hand, Noël. Zo. Zoals je kan zien is dit waarom ik in de roze-paars kleuren ben gekomen. Door zo'n klein paletje als deze. En toen raakte ik er gewoon obsessief mee en kocht ik betere. Dus ik heb geen behoefte meer aan deze, want het Naked 3 heeft zulke kleuren en meer en beter. Dus dit heb ik niet meer nodig. Dus die ga ik ook weggeven. Dan heb ik dit kleine NYX paletje. En zoals je ziet is die ook erg geliefd.
geweest. Ik gebruik het momenteel niet, maar ik ga hem niet wegdoen. Want dit is gewoon een ideaal paletje. Bijvoorbeeld, je gaat op vakantie, want er zit eigenlijk elke kleur in die je nodig kan hebben. Dus deze ga ik bewaren. Dan heb ik dit palet van Mua en ik pak hem eigenlijk niet veel. Ik heb hem wel veel gepakt in het verleden. Maar ik ga hem niet wegdoen, puur omdat er heel veel gekke, felle kleuren in zitten. En als je die een keer nodig hebt, dan heb je eigenlijk al genoeg aan dit palet. Want er zit gewoon genoeg felle kleurtjes in die je maar nodig kan hebben. Dus als ik een keer een make-up tutorial of gewoon een gekke party look of iets dergelijks wil maken, dan heb je gewoon de felle kleuren hierin zitten. En dan ben je daar klaar mee. Dus deze gaat niet weg. Ook al gebruik ik hem niet veel. Als ik hem nodig heb, dan weet ik dat ik hem heb. Dus dat is fijn. Dan heb ik geen oogschaduwpalet, maar een contourpalet. En deze zou ik heel erg aanraden. Vooral voor mensen die willen beginnen met contouren en nog niet helemaal begrijpen. Want ze leggen het stap voor stap aan je uit. Ja. Kijk maar, aan de binnenkant staat precies van hier breng je die kleur aan, hier breng je die kleur aan. En zoals je ziet heb ik hem ook al aardig gebruikt. Dat komt omdat als ik echt een glam gelegenheid heb, dan vind ik het leuk om te contouren. Is duidelijk een verschil in je gezicht en zo. Dus ik vind het er altijd heel mooi uitzien. Alleen ik vind het gewoon niet iets voor mij om elke dag te gaan doen. Vind ik gewoon veel te veel werk. Maar soms voor een video. En zelfs dat doe ik niet heel vaak. Maar bijvoorbeeld voor een feestje of ik ga uit of iets dergelijks. Dan vind ik het nog wel eens leuk om te doen. Dus, en dit is ook een heel budgetmerk. Ik heb deze toen gekregen in zo'n subscription box. Ik ben van plan om dat misschien weer te gaan doen. Want ik vond het wel heel erg leuk. Want dan leer je nieuwe merken kennen. Want dit is City Color. Had het nog nooit van gehoord. En ik vind het wel een heel fijn paletje. Dus volgens mij was die ook heel betaalbaar. Dan naar dit kleine bakje die ik even helemaal ga uitzoeken. Ik ga trouwens het bakjes ook even schoonmaken straks. Als ik alles eruit heb. Want sommige wil ik waarschijnlijk nog gebruiken en anders kan ik ze weggeven als ik het niet meer nodig heb of iets dergelijks. Als eerste, ik weet niet of mijn camera wil focussen. Als eerste heb ik aardig wat Liquid Camouflage Catrice concealers. Die ik echt super goed vind. Alleen ik moet even uitzoeken welke op zijn en welke nieuw zijn. Want dat doe ik nog wel, dat ik het niet weggooi. Dus ja, slechte gewoontes. Ik zie hier wimperlijn liggen. Wat lippenstiften. Die eruit halen. Lippenstift, dat doe ik straks wel. Lippenstift doe ik eigenlijk nooit weg. Ik hou van kleurtjes. Dan heb ik twee concealers. Twee foundation. Lippenstift. Nagellak. Ik heb een hele andere nagellakbak. Die staat heel erg anders. Dus die moet daarheen. Beauty blender. Die voor mij is een beetje gehavend zoals je kunt zien. Maar echt waar, ik hou van de beauty blender. Dus die is echt mijn go-to. Er zitten hier ook oorbellen in. Noël, waarom heb je dat gedaan? Je weet dat het daar niet hoort. Dan heb ik nu wat dingen die ik heel erg veel gebruik voor mijn basis. Ik ga alleen deze weg doen. Zoals je ziet is die al aardig oud. Ik heb aardig wat gebruikt, maar ik heb al een nieuwe vervanging waar ik heel erg blij mee ben. De Essence Matte Bronzing Powder. En dit is voor de lighter skin. Omdat ik zo vreselijk wit ben. Dus deze kan weg. Heel erg veel gebruikt. Ik zou willen zeggen hoe die heet. Oh, staat waarschijnlijk nog op de achterkant. Alsjeblieft. Dit is hem. Heel erg mooi. Maar aan het eind van zijn leven gewoon. Voor de rest. Deze heb ik ook een tijdje geleden gekregen. Dit is ook van Flor Mar. Dus alsjeblieft. Iemand. Weet iemand van dit merk. Ik moet eigenlijk even zelf googlen. Sorry. Maar verder gebruik ik dus deze twee poeders heel veel. Deze voor baking. Deze voor over mijn hele gezicht. Dit is mijn bronzing poeder. Dit is mijn favoriete highlight van MAC. Dit is Lightscapade. Ja. Echt gorgeous. Dan was dit eerst mijn favoriete blush. Die is van Essence Mosaic Blush. En dit is in de kleur 40. De Berry Connection. Maar nu gebruik ik heel veel deze. En deze is zo mooi van MAC. En dit is... Oh, ik heb hem verkeerd om. Dit is Rosy Outlook. En het is zo'n mooie kleur. En hij is zo subtiel. Maar je kan hem meer opbouwen dat hij wat aanweziger is. Hele mooie kleur. Heel even snel. Ik gebruikte in het verleden heel vaak dit Catrice paletje. Hij gaat nu weg. Maar dit is dat eyebrow paletje wat gewoon heel erg in is. Maar ik heb een nieuwe favoriet. En dit is de Tanya Burr Cosmetic Perfect Brows. Deze heb ik in Londen gekocht. Maar je kunt hem volgens mij ook op bijvoorbeeld een make-up spot of zulke plekken kopen. Die buitenlandse merken hebben. En deze is gewoon all-round. Voor elke eigenlijk kleur die je kan hebben kun je de perfecte brow maken. En voor mij is dit
ideaal. Want zoals jullie weten verander ik nog wel eens van kleur. Nu ben ik blond, toen was ik bruin, toen was ik rood. En eigenlijk elke kant kan ik hiermee op. Ook met bijvoorbeeld als ik een gekke kleur haar heb, dan kan ik mijn wenkbrauwen maken zoals ik wil. Dus perfect paletje. Wel een stukje groter dan bijvoorbeeld dit. Maar je krijgt ook meer kleurtjes. Heel erg mooi. Raad ik aan iedereen aan. En daarbij gebruik ik nog steeds de Brow Drama van Maybelline. Oeh, dat ging niet goed. Alles met één hand gaat niet goed, jongens. Zo, ik ben al een heel eind. Al aardig wat uitgezocht. Dit gaat allemaal weg. Is niet meer goed. Hier heb ik een klein stapeltje met naast het afval wat ik kan weggeven. Dus we zijn al goed op weg, maar ik ga nu eerst even ontbijten. Ik heb hartstikke honger. De onderste plank is nu helemaal mooi schoon en leeg. En nu het leukste gedeelte dat inrichten. En daarna ga ik aan deze en deze plank zitten. Maar dat is echt veel minder werk. Dus dit is al het grootste gedeelte klaar. Nou, de onderste plank is nu helemaal klaar. Ik heb hier zo piercings, kettingen, ringen, sieraden, bla bla bla. Paletjes. Random dingen die niet echt een hele goede plek hebben ergens. Mijn favoriete lippenstiften, pincetten, losse oogschaduwen. Deze gebruik ik niet heel veel, dus die heb ik een beetje aan de buitenkant gezet. Ogen plus wenkbrauwen. Basis en de contour, blush, highlight. En een bak helemaal vol met lippenstiften. Ik weet het, ik heb heel veel lippenstiften. Ik heb nog meer dan dat zelfs, dat is nog het ergste, maar... Ik heb heel veel werk gedaan als je kijkt naar het begin en nu. Dus even kijken. Ik heb hier zo dus echt een mega zak vol met wat gewoon niet meer goed was of op was. En dat ik gewoon bewaarde. En hier dus een stapeltje. Met dingen die goed zijn. Die ik alleen even hoef schoon te maken. En dan kan ik het weggeven aan iemand die het wil. Dan ga ik nu de plank erboven netjes maken. Dit is dus voornamelijk... verzorgingsproducten en haarproducten. Ik geef jullie even een overview van alles en nog wat hier staat. Dit is meestal borstels en tangen, maar er ligt er nu nog maar één. En dus dat moet ik even opruimen. Hier zo staat parfum. Mijn kwasten, die kunnen nu wel naar beneden. Zo. En nepwimpers. Oeh, deze wil ik trouwens wel even aan jullie laten zien. Deze had ik pas nieuw besteld op AliExpress. Ik had al even eentje uitgehaald. Die los daar onderin zit. Maar kijk hoe gorgeous. En dit kostte maar iets van $1 nog wat. Echt belachelijk goedkoop. En het zijn zulke mooie wimpers. Dus ik heb heel veel zin om deze te gaan dragen. Ik denk dat ik ze straks even opdoe. Want ik wil nog een video filmen hierna. Dus echt... prachtig. Doosje is wel een beetje beschadigd, maar ja, wat wil je? Het komt helemaal uit Taiwan, blijkbaar. Dus. Nou, ik ben dan eindelijk klaar. Ik heb hier zo rommeltjes wat ik niet echt weet wat ik mee moet. Maar wel wil houden. Make-up doekjes, koptelefoon, sieraden. Dit zijn sieraden met waarde voor mij. Zijn niet per se dure, maar gegeven door bepaalde mensen of iets dergelijks. Een doos van een van de lenzen die ik heb. Sieraden. Toilettassen in deze grote toilettas. Allemaal kleine friemeltjes. Belangrijk papieren en boekjes. Hier zo heb ik dan nog steeds alle haarverzorging en dergelijke. Haarborstels, tangen, parfum. Random Reader heet dat volgens mij. Die rekenmachine waarmee je op internet koopt. Nepwimpers en de pil. En dan daaronderin... alle dingen die ik elke dag gebruik. En voor mensen die trouwens afvroegen waarom ik hier handzeep heb staan met 0% van alsnog wat. Deze gebruik ik altijd de eerste paar dagen na het douchen om mijn tatoeage schoon te maken. Gewoon deppend erin. Niet wrijven, niet te ruw zeg maar. Maar dit is gewoon hele milde zeep. Zorgt er gewoon voor dat die even goed schoon wordt gemaakt. En ja, ik kan daar wel verder een keer over hebben in een van mijn tatoeage video's. Want... in september ga ik weer een tatoeage laten zetten. Yes. En er komt er ook een video van. Dus wait and see.
Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vond je nou leuk om te kijken? Laat dan een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op de knop. Het is helemaal gratis. En dan blijf gewoon te hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!